kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik de Body Shop Adventskalender unboxing voor jullie. Ik heb er ontzettend veel zin in. Vorig jaar heb ik deze Adventskalender ook uitgepakt. Maar dan de middelste variant. Dit jaar heb je namelijk weer drie varianten bij de Body Shop qua Adventskalender. Je hebt de lichtblauwe, dat is dus de kleinste. Daar zitten eigenlijk voornamelijk minis in. Die kost 69 euro. Dan heb je de rode variant, die heb ik vorig jaar unboxed. Nou, dat is de middelste versie. Daar zitten en minis in en wel full size producten. Die is dus 99 euro. Maar dit jaar, je kan het al zien, misschien gaan we trouwen. Ik dacht, ja, leuk. Gaan we gewoon voor de ultimate, de Body Shop Adventskalender. Dus de allergrootste. En believe me, hij is zwaar. Dus deze gaan we unboxen. De waarde van deze Adventskalender is 244 euro. Ze beloven dat er alleen maar full size producten in zitten. Nou, en je betaalt er 149 euro voor. Dus bijna 100 euro minder dan de waarde. Ik heb deze Adventskalender opgestuurd gekregen. Ik kreeg er verder niet voor betaald voor deze video. Heel leuk. Ik zou alsnog natuurlijk mijn eerlijke mening geven zoals jullie zijn gewend. Maar we gaan gewoon snel beginnen met het unboxen van deze gigagrote, geweldige Adventskalender. Althans, dat hoop ik. Ben je benieuwd wat er in deze Adventskalender zit? Blijf dan zeker even kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik ben dus echt fan van de Body Shop. Ik hou van de Body Shop. Ik douche ermee. Ik heb die body yoghurts en body butters. En die vind ik heel erg fijn. Dus ik heb wel mijn favoriete lijntjes. Mijn favoriete lijnen in het assortiment. Nou, favoriete soorten. Laten we beginnen. Het ziet er dus zo uit. Groen. Elk jaar zien ze er ongeveer een beetje hetzelfde uit. Maar ik vind het dus wel kerstig te uitzien. Want je ziet dus overal kerstboompjes en allerlei sneeuwvlokjes. Oh, hij is echt trouwens vet zwaar. Maar als je hem open doet, ja, dit is niet normaal. Hoe ga ik dit eigenlijk doen? Dit is echt niet normaal. Ik vind de Body Shop qua adventkalender altijd zo mooi. Kijk nou. Oh, er schuift helemaal een vak open. Kijk dan hoe mooi. Echt zulke mooie details en die achtergrond alleen al. Het is gewoon helemaal een 3D effect, zoals je kan zien. Nou, en dan zitten er dus eigenlijk altijd laadjes in. Dus deze kun je omhoog doen. En dan heb je allerlei laadjes. Dus laten we gewoon beginnen en naar het eerste vakje zoeken. Het eerste doosje zit hier en het zijn dus echt doosjes. Dus je kan deze adventskalender bewaren en dat je hem dan zelf weer gaat vullen. En dat doe ik dus elk jaar voor een vriendin van mij. Oké, het allereerste vakje. Op de achterkant staat er altijd nog een tekst. Die lees ik nooit, want ik ben altijd bang dat het dan verklopt wat erin staat. En dat wil ik niet. Maar goed, het is dus een groot product. En het is... Oh chill, dit is echt een topper. Het is namelijk een shower cream in de almond variant. En deze is echt heel erg lekker. Heel veel vinden hem heel neutraal en niet zo heel boeiend. Maar ik hou dus van niet te zoete geuren. En ik vind deze dus echt heel lekker. Ja, gewoon heel neutraal. Hier maak je iedereen blij mee. En dus een grote verpakking. 250 milliliter. Dus ja, dit vind ik top. Vakje 2 zit toevallig in hetzelfde laadje. En dat is ook weer, oh, een groot vakje. En hier kun je ook nog opschrijven voor wie het, aan wie je deze adventskalender wil geven ofzo. Ik heb geen idee. To and from. Prima. Goed. Oh, oh, kijk. Oh, ik heb hem al gesloopt. Maar dit kun je eraf halen. Oké, ik heb hem dus al gesloopt. Maar dan heb je gewoon een gift tag. Die kun je aan een cadeautje doen. Nou, helemaal multifunctioneel. Vitamine C Daily Glow Cleansing Polish. Ik ben echt gek op vitamine C. Oh, deze ruikt heel erg naar sinaasappel. Camu Camu Berry. Dit is hem. Ik heb hiervan de vitamine C dagcreme gehad. En dat was echt een toppertje. Het is nu een cleansing product. Dat vind ik heel erg fijn. Ik gebruik dat altijd. Vakje 3 die zit hierop. Bijna niet te doen om vast te houden. Het is zo zwaar. En dit is best wel een groot vakje. Maar er zit eigenlijk een wat kleiner product in. Het is namelijk handcreme. In de geur kokosnoot. Nu ben ik dus echt geen fan van kokosnootgeuren. Ik vind het gewoon niet zo lekker. Dus deze ga ik weggeven. Maar het is wel gewoon een full size handcreme. En ik gebruik ook handcreme. Veel mensen gebruiken het niet, maar ik heb zulke droge klauwen. Ik gebruik echt heel veel handcreme. Dus ik zou dit dus normaal gesproken wel gebruiken, maar de geur is niet
voor mij. Vakje 4 zit in de onderste lade en die zit dan helemaal bovenin. Wat is dit? Dit ken ik niet. Dit is een moisturizing toner. Dus een toner voor je gezicht om te hydrateren. Het is ook echt vloeibaar. Dus dit kun je denk ik gewoon op een wattenschijfje doen en dan je gezicht tonen. Removes traces of cleanser, leaves skin feeling moisturized and protected from dryness. Heel chill. Het heeft de geur van raspberry. Dus leuk. Oh, dit vind ik een leuk product. Even wat anders dan voor in de douche of zo. Vakje 5 is heel erg groot. En die zit hier. Maar dit voelt heel licht. Dus ik denk dat dit een masker is of zo. Oh, ja, dat vind ik jammer. Dit vind ik jammer. Dit is een, hoe noem je dit ook alweer? Een shower puff. Ik weet even niet meer hoe je dit noemt. Maar dit is dus zo'n ding. En dan doe je je shower cream hierop. En dan ga je zo douchen. En dan gaat het schuimen. Ik denk dat iedereen wel weet wat dit is. Ik gebruik het dus in vlagen. De ene keer gebruik ik het wel. De andere keer niet. Maar om dit in een adventskalender te doen van 149 euro. Vind ik een beetje stom. Door naar vakje 6. Oh, chill. Oh, hier ben ik heel blij mee. Oeh, deze geur ken ik niet. Dit is een body yoghurt in de geur, smaak, moringa. Nou, de body yoghurts van de Body Shop zijn echt zo lekker. Eerst dacht ik, oh nee. Maar nu denk ik, oh ja. Het is een heel sterk geurtje. Wel heel bloemig. Dus je moet ervan houden. Ik ben zelf niet echt van de bloemige geuren. Maar ik denk dat het wel lekker is. Zit dat in de deksel? Ja, ik hou van de body yoghurts van de Body Shop. Ja, ik vind het toch wel lekker. Vakje 7. En dit is... Oh, deze heb ik al echt heel vaak gehad. Deze komt er eigenlijk elk jaar wel weer in terug. Ik zou zeggen dat het een mini is. Maar dat zal het dan wel niet zijn. Maar hij is erg klein. Maar dit is dus Camille Cleansing Butter. Maar deze is voor waterproof make-up. En nou had ik altijd een gewoon voor gewoon make-up. Ja, je ruikt het niet echt. Dit is een cleansing butter waar je dus waterproof make-up mee kan weghalen. Ik gebruik dit niet, dus... Oh, en dit is weer een handcreme. En helaas, oh, dit vind ik heel jammer. Want hiervoor zat dus kokosnoot. Maar nu British Rose. En als je me... Ja, adventskalenders kijkt, ook die van vorig jaar van de Body Shop, dan weet je dat dit niet mijn geur is. Ik hou gewoon niet van deze lijn. Als je van een roze geur houdt, dan is het helemaal jouw ding, maar niet voor mij. Dus dat vind ik wel heel jammer, want zoals ik zei, handcreme gebruik ik wel, maar dit is dus de tweede geur die ik niet zo lekker vind. British Rose, maar als het jouw geur is, is het wel heel chill. Een handcreme, ja, ik vind het niet erg dat er nog een handcreme in zit. Oh, chill. Oh, deze heb ik ook al gehad. Dit is een gezichtsmasker. En ik vind deze echt heel erg fijn. Dit is dus een sheet mask in de Edelweiss variant. En deze hele lijn is echt heel erg lekker. Ik heb bijna alle producten van deze lijn heb ik. De nachtcreme, het serum, dagcreme, de maskers, een cleanser... Echt van alles. Maar deze is echt heel erg fijn. Dus ik ben blij dat deze erin zit. Komen we alweer aan bij 10. En dat is een klein doosje zoals je kan zien. Oh, het ruikt. En het is... Oh, maar dit is wel mini. Toch? Of wat is dit? Oh, dit is een lip butter. Ja, daar zijn geen grotere volgens mij van. In de geur mango. Dit is hem. Een lip butter. De lip butters van de Body Shop zijn echt heel erg fijn voor als je droge lippen hebt. Voor in de winter dus echt perfect. Dan gaan we naar 11. En deze is heel erg zwaar. Oh, hier ben ik heel blij mee. Dit is de banana shampoo. En de bananenshampoos zijn echt heel erg fijn. Je moet houden van de geur. Het ruikt echt naar die bananensnoepjes. Maar deze shampoo en conditioner is zo fijn. Ik heb ook een haarmasker van banaan. En ja, dat gebruik ik altijd. Ik vind die echt heel fijn. Op dit moment gebruik ik het ook. Dus... Hier ben ik heel blij mee. Dit is hem. Ook gewoon weer een grote. Dus heel blij. Nou, dan kunnen we ook wel een conditioner verwachten, denk ik. Oh, kijk. Hier heb je weer zo'n gift tag. Okay, dan ga ik het heel voorzichtig proberen. Oh, nee. Kijk hoe leuk.
Door naar 12. Het is weer een handcreme. Het is weer een handcreme. De derde handcreme. En we zijn bij vakje 12. Moet zeggen dat ik dat wel vrij veel vind. Mocht je geen handcreme gebruiken, dan denk je nu echt, ja, shit. Maar goed, ik vind het dus persoonlijk niet zo erg. Dit is de Boost Happy Hand Cream. De mandarijn en bergamot geur. Ik ken deze niet. En hij zit ook nog dicht. Dus ik laat hem dicht. Ik ga hem zeker gebruiken. Dus ja, hier ben ik wel heel blij mee. En het is... Oh, de Shea Conditioner. Shea is ook echt een van mijn favoriete lijnen van de Body Shop. Heel simpel, niet te heftig. Ik denk dat iedereen deze lekker vindt. Maar ik vind deze dus ook echt heel erg fijn. Dus we hebben een conditioner. Vraag me af of er dan nog, zeg maar, dit was de shampoo in banaan. En dan een conditioner in Shea. Of er dan, zeg maar, van dezelfde lijn op wat komt. In principe heb je nu namelijk wel een shampoo en conditioner, maar niet van dezelfde lijn. Maar goed, ik ben hier blij mee. Dus helemaal leuk. Vakje 14 is... Oh, deze zit ook helemaal dicht van binnen. Jullie kunnen het zien. Wat is het? Oh, chill. Dit is... Oh, dit vind ik leuk. Dit is een vitamine E sleeping mask. Een slaapmasker doe je in de avond op, gaat slapen en dan heb je helemaal een zacht huidje, hoop ik. Ik heb dit dus nog nooit gebruikt. Een slaapmasker, maar ik heb wel een hele droge huid. Dus ik gebruik altijd wel echt een dikke nachtcreme. Dus misschien is dit wel even goed om een keer te proberen. 15 is een cleansing face and body bar in de geur pink grapefruit. Nou is pink grapefruit niet helemaal mijn geur. Het is namelijk, ja, best wel zoet. Maar dit is dus een cleansing face and body bar. Ja, ik gebruik dit eigenlijk niet. Heel zoet ruikt deze. Waar ik dit soort blokken zeep wel voor gebruik. Dus dat is wel een tip. Om je kwasten mee schoon te maken. Je make-up kwasten. Dan is een zeepblok echt heel fijn. 16 is weer een kleintje. En dit is de British Rose Plumpin. Plumpkin. 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 Ik maak er helemaal een eigen variant van. Plumping mask. Een plumping mask. Plumping mask. 17 alweer. Oh, leuk. Wat is het? Een body lotion in de geur almond milk. Ja, ik vind dit dus heel lekker. Zoals ik al zei, vind ik deze geur, deze lijn vind ik heel lekker. En dit is ook echt fijn voor op vakantie. Zo'n tube, niet te dik, smeer je gewoon lekker weg. Dus ja, dit stopt. Door naar vakje 18. Oh, leuk. Kijk, even weer een ander product. Ja, ik word daar vrolijk van. En dit is toevallig echt ook weer een van mijn favoriete lijnen. Maar deze is echt heel erg fijn. De avocado lijn. En het ruikt gelukkig niet echt naar avocado. Maar deze is echt heel chill. Dit is een Labello. Gaan we alweer naar 19. Eén van de grootste doosjes. En het is... Kun je het al raden? De British Rose Shower Gel. Shower gel, super chill. Komt altijd wel van pas. Gaat ook altijd best wel snel op. Dus dat vind ik helemaal niet erg dat daar nog één van in zit. Maar British Rose, ja, ik hou dus niet zo van deze lijn. Dus ik ga deze weggeven. Je hebt dus wel de kans met dit soort adventkalenders dat als er een lijn is die je niet zo lekker vindt, dat kan er dus meerdere malen in zitten. Door naar 20. Klein doosje. En dit is de Body Shop Himalaya Glow Mask. En deze is heel fijn. Ik heb deze... Deze zat er vorig jaar trouwens ook in. En ik moet zeggen dat er best wel veel items in zitten die er vorig jaar niet eens... echt in zaten. Tuurlijk ook een shower gel en ook een shampoo en een conditioner. Maar dan wel een andere lijn. Dus dat vind ik wel leuk. Dat het nog wel, nou ja, afwisselend is. Maar deze had er vorig jaar wel in. Maar dat vind ik niet erg. Dit is dus een masker. En ja, deze is echt best wel heftig. Dus je huid moet er tegen kunnen. Maar ik vind deze heel erg fijn. Mocht je last hebben van onzuiverheden, is dit dus echt een toppetje. Nu weet ik alleen niet of dit een mini is. Ik zou zeggen dat dit een mini is. Maar ik weet niet of ze maskers ook echt in een grote pot hebben. Volgens mij eigenlijk wel. 21. Het is een handcreme. En dit is dus mijn favoriet Shea. Dus helemaal blij. Ik vind het niet erg.
Maar dit is dus de vierde handcreme. Maar ja. Ja, ik ga niet negatief doen als het niet hoeft. Want ik ben er blij mee, dus leuk. Trouwens, wat wel leuk is om te vertellen. De Body Shop gaat altijd door tot vakje 25. Dus eerste kerstdag. Goed, we moeten naar 22. En dit is de Cream Body Scrub Avocado. Toevallig heb ik deze net opgemaakt. Deze is zo fijn. Dit is dus van de Avocado lijn een body scrub. Ja, dit is echt een topper. Deze moet je echt een keer proberen. Hij is echt heel chill. Goed, dan gaan we naar 23. En deze voelt heel licht aan. Dus ik denk dat het een masker is. En dat klopt. Maar dat vind ik niet erg. Want dit is de Vitamine C Sheet Mask. En ik vind deze gewoon de maskers van de Body Shop. Die sheet masks. Die zijn zo fijn. En deze heb ik ook al een keer gehad. Ja, deze is echt heel fijn ook. Dus heel blij mee. Oké, dan gaan we naar vakje 24. Normaal gesproken is vakje 24 natuurlijk het laatste vakje. Maar in deze adventskalender is het het ene laatste vakje. Vanavond is het kerstavond. Dus wat gaan we krijgen? Een groot doosje. Oh, en weer een tag. Een gift tag. Nou, ik vind dit zo leuk gedaan. Ik heb bij nog geen één adventskalender dit gezien. Dat ze dit zo erin verwerken. En dat het dus niet alleen herbruikbaar is qua adventskalender zelf. Want die kun je weer opnieuw vullen. Maar ook dat er gewoon dit soort dingen aan zitten. Ik vind het wel echt heel erg leuk. Ik ga hier heel goed op. Maar goed, vanavond kerstavond. Wat hebben we? We hebben een mega grote body butter in de lijn Mango. Ja, deze is zo lekker ook weer. En de body butter sowieso zien er altijd zo mooi en lekker uit, maar ze zijn ook heel erg fijn. Vooral in de winter, want ze zijn wat dikker. Dit vond ik al een mooi einde. Maar goed, we hebben nog een extra vakje. Het allerlaatste vakje. Vandaag is het eerste kerstdag. Wat gaan we krijgen? Vakje 25. Het is iets zwaars. En er staat op Be the Change Every Day. Happy Christmas. Ik heb deze. Dit is de Edelweiss dagcreme. En deze is echt heel erg fijn. Hele mooie einden. Ik denk dat iedereen wel dagcreme gebruikt. Dus dit komt echt goed van pas. De adventskalender is leeg. Maar nu komt het. Wat vind ik ervan? Ja, ik vind de Body Shop gewoon echt een prachtig merk. De producten zijn mooi. Ze zijn goed. En er zit gewoon heel veel afwisseling in. Dus ja, ik vind deze adventskalender zeker de €244 waard. Want het is de waarde. Daar ben ik het helemaal mee eens. En je betaalt dus €149. Is natuurlijk aan de prijs. Het is een dure adventskalender. Maar je krijgt er echt eigenlijk alleen maar full size producten voor. En wat leuk is, is dat je in aanmerking komt. Of in aanraking komt met allerlei verschillende lijnen. Dus je komt er ook een beetje achter met welke geur en smaak jij nou lekker vindt. En wat ik ook top vind, is dat er dus echt veel afwisseling zit. Dus van een lippenbalsem tot aan een dagcreme, tot aan een toner, maskers, shower creams, shampoo, conditioner. Er zit echt van alles in. Dus ja, ik vind het echt een hele goede adventskalender. Heel erg benieuwd wat jouw mening is. Wat vind jij van deze adventskalender? En welke adventskalender ga jij dit jaar voor jezelf halen? Voor een vriendin? Doe je dat eigenlijk? Bij deze nodig ik je uit om jezelf eens te verwennen. En gewoon een traditie ervan te maken om elk jaar jezelf een adventskalender te gunnen. Het is zo leuk. Echt zo leuk. En dan is dit zeker een goede tip. Wat mij betreft. Dus ik vond het een hele leuke adventskalender. Benieuwd naar jouw mening? Laat het weten in de comment. En ik zou een linkje van deze adventskalender in de beschrijving zetten. Nu wil ik jou bedanken voor het kijken naar deze video. En ik wil de Body Shop bedanken voor het toesturen van deze adventskalender. Want, oh mijn god, het was weer een feestje. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal en een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie tot de volgende video weer.